Het advies van deskundigen op het gebied van toegankelijkheid voor gehandicapten in Wijchen wordt door de gemeente Wijchen te vaak genegeerd. Dat stelt de cliëntenraad Integraal Gehandicaptenbeleid Wijchen. Wanneer voorzieningen goed te begaan zijn voor gehandicapten, krijgt die voorziening een ITS-keurmerk. Maar dat keurmerk wordt niet vaak in één keer verkregen. Jan Troost van Inclusie Verenigd, een adviesbureau op het gebied van de rechten voor personen met een handicap, is het wel met de cliëntenraad eens. Nou, het is heel belangrijk dat de ITS-criteria als uitgangspunt zijn voor het beleid. En ITS staat voor internationaal toegankelijkheidssymbool. Dat zijn allemaal normen op het gebied van hellingbaan, op het gebied van op welke hoogte de bedieningsknop moet komen zitten. En het is heel belangrijk dat je dat van begin af aan goed doet. Doe je dat niet, dan gaat je altijd achteraf geld kosten. En dat is wat het CEGW eigenlijk nu zegt. Het Mozaïek is een prachtig podium, ook om te kunnen spelen. Maar als je het podium op moet, is het voor ons gebruik nogal lastig. En ik moet nog eens optreden, moet ik zeggen. En denk ik van ja, dat soort dingen, daar moet je toch echt over nadenken. En daarmee zou je langzaam maar zeker toch tot ITS-criteria kunnen komen. En nu hebben we een VN-verdrag in zaken rechten voor personen met handicap. En dat is niet vrijblijvend. Dus de gemeente zal positief met de kritiek om moeten leren gaan. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat de ambtenaren samen met CGW en met de deskundigen een keer om tafel gaan zitten. Hoe kunnen we dit soort problemen in de toekomst voorkomen? Want ongetwijfeld zal er ooit weer een nieuwbouw plaatsvinden. En je kunt dan beter van begin af aan dit soort dingen goed bekijken met elkaar. Want ervaringsdeskundigen zijn belangrijk. Maar ik blijf er ook bij, als het gaat om architectuur, dan moet je ook wel echt deskundigen erbij halen. Want als vrijwilliger moet je het niet hebben dat je dadelijk verantwoordelijk wordt gesteld voor een slecht toegankelijk gebouw. Want het kan financieel wel slecht uitvallen. Kijk, Wijchen heeft echt een goed toegankelijk centrum. En er zijn altijd nog dingen die verbeterd kunnen worden. Maar er zijn aangepaste toiletten in het centrum te vinden. Nou, dat vind je in heel veel gemeenten niet. En wat dat betreft zijn er ook echt goede dingen gebeurd in het verleden. Maar dat betekent wel dat je met elkaar moet zorgen dat ook in de toekomst dat soort dingen goed blijven gaan. En dat is wel iets om over na te denken.